ze hebben ook winter- en zomerwielen, net als voor de auto's misschien maar. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog op het kanaal van Likmans. Nou, vandaag ben ik met Sherman in Toverland. Ja, en sinds ons laatste bezoek zijn ze druk bezig geweest om nieuwe dingen te bouwen. Mm-hmm. Ja, ze krijgen 4 nieuwe attracties, waaronder Pixarus, die staat hier achter. Dat is een Gerslauer Skyfly. Die heb je bijvoorbeeld ook in Duinrail staan. Precies. Ja, en vorige keer toen we hier waren was er nog bijna niks van te zien dat hij hier zou komen te staan. En nu staat hij bijna volledig. Ja. En daarachter zijn ze ook nog druk bezig met 3 andere attracties. Ze hebben ook een nieuwe show als ze gaan opbouwen, dus genoeg te doen weer. Hè? Ja, inderdaad. Ja, dus gaan we snel van start met deze nieuwe vlog, hè? Mm-hmm. Sherman, zeg eens waar we naartoe gaan. We gaan naar Phoenix toe, maar niet om een rietje te maken. Nee, hij is nu op dit moment eventjes gesloten nog. Hij gaat straks wel weer open. Ja. Maar ze hebben nu een backstage tour, hè? Ja, inderdaad. Je kunt zeg maar daar zo kun je een beetje onder de baan kijken. Baan aanraken en zo. Ja, ik heb het al een keer eerder mogen meemaken, alleen jij nog niet, hè? Nee, ik nog niet. Dus een paar mooie foto's en een film namens maken, hè? Ja. Best wel uniek en wel leuk dat ze dit organiseren weer. Ja, precies. We gaan snel even een kijkje nemen. Dus ja, hier mag je normaal niet komen als het eigenlijk een dicht zit. En je mag niet op een baan klimmen. Nou, dat was dan weer jammer. Ja. Ah ja, je mag hem wel knuffelen. We hebben net een leuke fotoshoot gehad. Ja. Dus hebben hier ook nog een paar onderdelen uitgestald staan. Elke week worden beugels getest. Ze hebben ook winter- en zomerwielen, net als voor de auto's misschien maar. Rechts zie je een winterwiel en links is een gewone wiel. Ja, een heel leuk idee. Hier zien we een vrije ruimteprofielbaanstuk. Ja, de karretjes komen tot hier ongeveer. En dat moet vrij zijn naast de baan, zeg maar. Anders kan een Phoenix niet veilig draaien. Ja, onze backstage tour zit erop. Maar wil jij dan ook een keertje hier lopen? Ja, kom dan werken bij Toverland. Daar in de verte staat een busje van Gerslauer. Ja, die is nu ook bezig om dingen aan de Skyflyer te doen.
Ja, hier gaan ze ook een soort van speeltuin of waterspeelplaats of zoiets bouwen voor wat kleinere kinderen. Ja, de stenen die hier bij Phoenix stonden, ze stonden eerst hier in een cirkeltje en nu hebben ze het verplaatst naar Phoenix, omdat hier een nieuwe attractie komt te staan. Komt ook van alles te staan. Dit zal denk ik die speelplaats voor kleine kinderen zijn, lijkt mij. Dat dan daarachter die waterspeelplaats komt. Oké. Twee kleine huisjes. Ja. 3 denk ik. Hier ook denk ik nog één. Oh ja, dat weet ik. Zes lauwer. Dan gaat hij net weg. Ja. Verslauw in actie. Hey! Is dat Goldberg? Nee. Dan niet. Oh, een smiler! Ja. Ik wel wachten, hè? Dat het nu zo mooi weer zou zijn. Nee. Ja, en nu je gisteren weer naar huis gaat, kan de Phoenix ook weer bijna open. Ja. Dus ja, die was een halve dag gesloten. Nou ja, eigenlijk 2 uurtjes maar, hè. Ja. Terwijl hij eerst eigenlijk vandaag de hele dag zou dicht blijven. Nou ja, nu maar 2 uurtjes. En aan deze kant wordt ook hard doorgewerkt voor de 3 nieuwe attracties. Nou, achter rechts zien we al een parcoursje rond de rit. En hier zijn ze ook al druk bezig. Ja, ze hebben niet stilgezeten toen we hier voor het laatst waren. We gaan nu even een ritje Toast Express doen. En daar hebben ze een aanpassing in de wachtrij gemaakt.
Ik ga nou over dit bruggetje heen lopen. Eerder ging je daar zo achterlangs en ging hier zich zakken. Nu ga je dit bruggetje over. De afgelopen 4 jaar konden we genieten hier in Port Laguna van een duikshow. Dit jaar heeft Toverland heel wat splinternieuws. Vanaf 7 april kan je hier genieten van de hele nieuwe parkshow. Aqua Bellatoris. Ja, en hierachter zijn ze al met het decor bezig. Ja, die is ook al bijna af. Ja, wat is in die show te zien? Er zijn heel veel watereffecten. Waaronder vloedgolf van 10.000 liter water. Ook zijn er heel veel watervallen te zien en fonteinen. Dus ja, zeker een keer de moeite waard om hier naartoe te gaan. Ja, we gaan even terugblikken op de duikshow die hier te zien was. En dan vanaf 7 april kan je hier genieten van deze nieuwe parkshow in het Toverland. Flashback. End of flashback. Ja, dat was de dagje. Toverland. Alweer. Ja, de dag is voorbij gevlogen, letterlijk en figuurlijk. Ja, we hebben allebei weer een abonnement gekocht, hè? Ja. Dus de komende 3 jaar gaan we hier vast wel zeker nog een keer naartoe. Troy was helaas gesloten van vandaag vanwege dat hij geretrackt werd. En Phoenix was een halve dag. Ja, geen halve dag. Twee uurtjes gesloten. Twee uurtjes, ja. Dus ja, voor de rest hebben we de backstage tour gehad, hè? Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat was heel gaaf, ja. Ja. Die baan aan mogen raken en foto's maken en zo. Precies, ja. Ja. En voor de rest gaan we dit jaar nog iets heel leuks doen hier in Toverland. Ja. Maar ja, blijf ons volgen om erachter te komen wat dat zou zijn. Dus mocht je een idee hebben, laat het even weten in de reacties. En dan, wie weet, is dat het juiste idee wel, hè? Nee, we gaan niet op de camping wachten. Nee, dat was al een mogelijke optie wat jullie genoemd hebben. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus nog veel leuker dan dat. Ja, en het heeft niet met de 4 nieuwe attracties te maken. Daar gaan we sowieso voor terugkomen, hè? Ja. Dus bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog voor het kijken naar deze vlog. Als er nieuw zijn, hè? Moet je doen. Waarom zijn er nou nog steeds nieuwe kijkers dan? Die moeten wel even abonneren, hè? Precies, ja. Want dan, als jullie de belletje in drukken, dan krijg je als een van de eerste een melding, hè? Als er een nieuwe vlog online komt. Kun je gewoon als een van de eerste vlog van Nick Mos bekijken. Ja. Wie wil dat nou niet, hè? Precies. Wilt iedereen echt. Dus vanuit Toverland zeggen wij bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.